Zo, de laatste uit de reeks van het eerste jaar. Fluorescentiespectrometrie. Dat is het laatste stukje bij spectrometrie wat ik behandelen wil met jullie. Dus we hebben licht, kleur en lichtabsorptie gedaan met de wet van Lambert-Beer. We hebben naar brekingsindex gekeken, vooral omdat we die ook gebruiken op de praktijkzaal. We hebben interferentie bekeken om te zien namelijk hoe zo'n spectrometer werkt. Dus komt met term als resolutie komen daar naar voren. Atoomspectrometrie hebben we gedaan, waarbij we die in het eerste jaar gebruiken om juist die lage concentraties te bepalen voor elementen. En het laatste stukje wat ik met jullie wil doen is fluorescentiespectrometrie. Een techniek die we weliswaar wel op school hebben, maar niet als directe meter, maar zit gekoppeld aan een ander instrument. Dus gebruiken hem als detector. En omdat fluorescentie veel wordt toegepast, gewoon in het dagelijks leven, zonder dat je dat misschien altijd doorhebt, vond ik het toch leuk om het met jullie te behandelen. Dus vandaar. Hij kijkt online, zijn er een paar punten tijdens het college waarvan ik denk, nou, die moet je even goed in de smies houden. Het ene is het verschil tussen kleur en fluorescentie. Gek genoeg vind ik het heel duidelijk, maar op een of andere manier merk ik toch dat studenten daar wel eens moeite mee hebben met die twee begrippen. Dus vandaar dat ik daar even extra aandacht aan wil besteden. Hoe gaat dat proces van fluorescentie? We gaan naar een aangeslagen toestand. Het valt weer terug naar de grondtoestand. Nou, hoe gaat dat proces precies? Ik vind het ook fijn als jullie daarin kunnen rekenen, omdat je toch in dat spectrometriewereldje ziet dat die eenheden nog wel eens verschillen. Nanometers, reciproke centimeters, elektronvolts, dat wisselt nogal. Dus ik vind het belangrijk dat jullie daarin kunnen meten. Dan komt er eigenlijk ook het begrip stookshift een beetje naar voren. En met fluorescentiespectrometrie kun je heel selectief en heel specifiek meten. Dat is de belangrijkste toepassing van deze techniek en daarom is het ook belangrijk om daar even aandacht aan te besteden. Dus dit zijn een beetje de belangrijkste punten. Kleur is energie. Kleur is een golflengte van het licht. En heb je een lange golflengte, zoals rood licht. Ik zal even mijn pontetje er weer bij pakken. Rood licht zoals hier. Het heeft een lange golflengte en als je dan naar deze formule kijkt, en dit is de formule die ik eigenlijk wel heel veel gebruik, dan zie je als die golflengte groot is, het is één gedeeld door, dan is de energie laag. Dus rood licht heeft weinig energie. Blauw licht daarentegen heeft een hele kleine golflengte, dus een hoge frequentie met trillen en dus veel energie. Dus in principe is kleur energie. Nou, en bij kleur bedoelen we eigenlijk natuurlijk het zichtbaar lichtspectrum, maar je zou dat kunnen doortrekken naar infrarood, wanneer het minder energie bevat heeft. En dan spreek je over de kleuren, hoewel we ze niet echt kunnen zien natuurlijk, maar over de kleuren van infraroodspectrometrie. En dat kan natuurlijk ook naar UV's, naar het UV-gedeelte, dus de kleuren van het UV-gedeelte. Wij zien ze niet, bijen bijvoorbeeld zien ze weer wel, dus die zien daar wel in kleurenfacetten. Maar kleur en energie is dus voor mij eigenlijk hetzelfde. En hoe druk je die nou uit? Nou, je ziet het eigenlijk al. Hierboven staat de golflengte in meters. Hier in nanometers. Maar vaak wordt het ook uitgedrukt bijvoorbeeld in joules. Dat is de energie van het licht zelf. Het kan uitgedrukt worden in elektronvolt of in kiloelektronvolt. Dat zie je heel vaak bij röntgenfluorescentiespectrometrie, wat we in het tweede jaar gaan behandelen. Dan wordt het uitgedrukt in kiloelektronvolt. Je praat dan nog steeds over dezelfde lichtgolf met een golflengte, hoewel die dan wel heel erg klein is. Maar dan druk je hem gewoon uit in een andere eenheid. Het kan ook zijn in golfgetallen, dus in reciproke centimeters. Dat is meer iets wat je ziet bij infraroodspectroscopie. Maar ook hier, het is gewoon een andere eenheid van hetzelfde verschijnsel, namelijk de golflengte van het licht. Dus kunnen omrekenen van de ene naar de andere eenheid is voor dit vak wel belangrijk, omdat het vakgebied soms andere eenheden gebruikt. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen kleur en fluorescentie? Nou, ik heb ook een filmpje opgenomen in mijn woonkamer tijdens coronatijd. Ach, mijn woonkamer, mij hoor. Mijn slaapkamer tijdens coronatijd, waarin ik de boel gefilmd heb. Kijk die nog eens rustig naar. Ik doe nu even een kleine demo. Wat is kleur? Nou, je ziet eigenlijk, ik heb een aantal stiften mee. En je ziet dat ik drie kleuren mee heb. Een oranje, een gele en een groene. En kleur is eigenlijk een absorptie, of in die zin dus ook een reflectieverschijnsel. Ik heb hier een paar boven een paar felle lampen staan. Die schijnen hier op die stiften
Er wordt een deel van het licht wat geabsorbeerd. Hè, dus van de groene stift wordt met name rood licht geabsorbeerd. Van de gele wordt blauw licht geabsorbeerd. En hier paars licht wordt geabsorbeerd. Complementaire kleuren, wat we eigenlijk bij het eerste college hebben behandeld. En het rest van het licht wordt doorgestuurd en komt uiteindelijk naar de camera, dus naar jullie toe. Dus in dit geval wordt groen licht gereflecteerd, geel licht gereflecteerd en oranje licht gereflecteerd. Dat is kleur. En als ik het nou donker maak, ja, check. En dan zie je eigenlijk die kleuren niet meer. Je bent nu de kleuren kwijt. Wat is nu fluorescentie? Ik bied nu UV-licht aan. Ik zal even richting de camera schijnen. Dit is UV-licht, een UV-zaklamp. En als ik daar nu mee richt op de stiften, dan zie je dat het kleur gaat geven. Het geeft nu licht. Fluorescentie is dus echt een lichtgevend verschijnsel. Niet meer een reflecterend verschijnsel. Dit licht wordt eerst geabsorbeerd, dit UV-licht, en wordt echt omgezet in zichtbaar licht. En er wordt dus ook echt nieuw licht gevormd. En dat is echt het fundamentele verschil tussen kleur en fluorescentie. Licht mag weer aan hoor, want dan kan ik tenminste weer wat zien. Wow, lekker fel. Ja, dus dat is het verschil. Fluorescentie is echt, ik neem licht van een hogere energie of een andere energiebron met veel energie. En ik zet dat om in nieuw gevormd licht. Terwijl kleur alleen maar een reflectie of een absorptieverschijnsel is. Ja, ik hoef mezelf niet te zien. Nou, hoe zet ik dat nou uit in een schema? Wanneer ik licht op zo'n kleurstof laat schijnen, dan wordt dat licht geabsorbeerd in het geval van kleur. Maar wat gebeurt er dan? Nou, ik breng dan een elektron van wat we noemen de grondtoestand. En dat kunnen in dit geval moleculaire orbitalen zijn. Voor atomen zouden dat atomaire orbitalen zijn. En ik breng dat elektron naar een hogere energiebaan. Dus het gaat in energie omhoog. Nou, zo'n molecuul wil dat in principe helemaal niet. Die zoekt altijd naar de laagst mogelijke energie. Dus die wil die energie weer kwijt. En dat doet hij door warmte uit te stralen. Dus licht wordt eigenlijk omgezet in warmte. Nou, die groene stift zal een klein energieverschil overbruggen, want die absorbeert rood licht, dus dat is een klein energieverschil. En dat zet hij om in warmte, dus er komt een klein beetje warmte op dit moment vrij. Als ik de gele lichtstift pak, die absorbeert natuurlijk blauw licht, dat heeft veel meer energie. Dus je ziet ook dat er naar een veel hogere aangeslagen toestand gaat. Dus op deze as, ik zal even een pennetje pakken, staat in principe energie. En dus zie je dat blauw licht veel meer energie bevat. Het gaat naar een veel hoger niveau. En valt ook weer stralingsloos warmte valt het weer terug. Dit weet je ook. Het wordt nu weer zomer. Leg je hand maar op een donker gekleurde auto die heel veel licht absorbeert. Dan voel je vanzelf dat het wordt omgezet naar warmte. Dat is dus kleur. Maar wat gebeurt er nou bij fluorescentie of breder luminescentie. Luminescentie is de algemene term. Want je kunt het met UV-licht doen, wat ik gedaan heb zojuist. Dat noem je dat fluorescentie. Dan zet je licht van een hoger energieniveau, bijvoorbeeld UV, om naar licht met een lager energieniveau, gekleurd licht. Het is trouwens ook altijd op die manier. Het gaat altijd van hoog naar laag. Dan heb je fluorescentie. Het kan ook zijn dat je, zoals de glow-in-the-dark dingetjes, dat ze nagloeien. En mijn armbandje deed het net niet, maar als het nagloeit, dan heb je dus te maken met fosforescentie. Maar het kan ook op een chemische manier. Jullie kennen misschien wel die brekenstikjes, die je dan openbreekt. Dat is een chemische reactie van waterstofperoxide, gecatalyseerd met ijzer en luminol. Luminol is dan het reactieve molecuul. En die chemische energie, komt licht vrij en op die manier heb je chemoluminescentie. Vuurvliegjes is ook een mooi voorbeeld daarvan. Biochemische luminescentie. Elektroluminescentie is een beetje een flauwe, maar daar wordt bedoeld, je stopt elektrische energie in, dus elektriciteit, en je krijgt er licht uit. Nou, dat geldt eigenlijk voor alle lampen hieromheen tenslotte. Dan heb je nog iets wat heet piezoluminescentie. Dat is wanneer je ergens druk op zet, dat het dan licht geeft. Bergkristal is daar een mooi voorbeeld van. Als ik op bergkristal ga met een hamer op slaan, zodat hij net niet breekt, dan zie je dat hij een klein beetje blauw licht afgeeft.
En dat is ontstaan door drukte op en die energie van die druk wordt omgezet in licht. En dan heb je dus piezoluminescentie. Dus het is altijd vormen van nieuw licht. Nou, ik hoef mezelf niet te zien. Nou, dan heb je dus voor dat fluorescentieverschijnsel heb je eigenlijk 3 elementen nodig. Er moet altijd eerst licht in. Licht met een hoge energetische waarde moet erin. In dit geval UV-licht. Vindt er geen absorptie plaats, ja, dan kan je ook niks laten terugvallen. En dus kan er ook geen licht ontstaan. Dus er moet altijd absorptie plaatsvinden. Dus dat is stap 1. Maar in principe is dit hetzelfde als kleur. Dus het moet terugvallen naar een stabiel energieniveau boven de grondtoestand. Dus hij moet niet weer helemaal terugvallen naar de grondtoestand, zoals je net zag. Maar hij moet ergens blijven hangen, kortweg gezegd. Terugvallen naar een stabiel energieniveau. En vanuit dat energieniveau moet hij stralend terugvallen naar de grondtoestand. Dus dan moet hij licht gaan geven. En deze 3 voorwaarden heb je dus nodig voor fluorescentie. En er zijn best wel strakke voorwaarden. En je ziet dus ook dat maar weinig moleculen fluorescent gedrag vertonen. Heel veel moleculen zijn juist niet fluorescent. Zijn er veel minder die dan wel fluorescent zijn. En daar maken we straks bij analytische gebieden weer gebruik van. Nou, hoe ziet dat er schematisch uit? Je hebt hier weer de grondtoestand. Hier heb je weer de aangeslagen toestanden. Op deze as staat dan weer de energie. En wat je dan krijgt is, je stopt er eerst veel energie in. UV-licht stop je erin, korte golflengte, veel energie. Je gaat naar een hoog aangeslagen toestand. Er vindt wat stralingsloos verval plaats, dus er wordt ook weer warmte gemaakt. Dat noem je warmteverlies, dat is die stap 2. Hij valt niet helemaal terug naar de grondtoestand, maar hij stopt hier. En vanaf hier valt hij stralend terug, dat is namelijk stap 3, naar de grondtoestand en zendt daarbij licht uit. En wat je dan ziet is, je hebt er altijd veel energie in gestopt. Energie erin is veel. Er vindt het warmteverlies plaats. Dus er komt altijd licht uit met een grotere golflengte en dus minder energie als dat je erin gestapt hebt. En dit is dus mijn fluorescente signaal. Dit is dus mijn kleur, wat je net zag. Nou, kun je dat dan meten? Ja, dat kun je meten. Ik heb dat gemeten met dit materiaal. Dit is een optofalische stick. Die gebruiken opticiens om op je oog te tikken. Daar komt een klein beetje fluorescine vrij. Dat is een fluorescent molecuul. Onschadelijk ook voor je oog. En daarmee kan een opticiën goed kijken of je eventueel oogbeschadigingen hebt. Nou, dit molecuul heb ik gebruikt voor deze metingen. Ik heb dat thuis gedaan, zoals je het ziet. Dus je kunt dat ook weer even terugkijken op YouTube als je dat wil. Ik heb eerst een absorptiespectrum opgenomen. Bij welke golflengte vindt er absorptie plaats? En wat je dan ziet is dat die rond die 500 nanometer, ja, 480 nanometer ongeveer, heb ik Lambda Max. Daar vindt de maximale absorptie plaats van het UV, het is niet helemaal UV, het is blauw licht, maar van het hoogenergetische straling. Ja, dus het UV-gebied, zeg maar. Dit is de absorptie. Als ik dan naar kijk, nou, dan moet ik dan kunnen uitrekenen van ja, oké, want ik zei al, met verschillende eenheden moet je kunnen kijken. Hoeveel nanometer? Op deze manier kun je de formule netjes invullen met de constante van Planck, de lichtsnelheid. En dan krijg je de joules, kun je netjes uitrekenen. Dan zet je hem omgezet in die andere eenheid. Je kunt dat ook omrekenen, want 1 elektronvolt is 1,6 maal 10 tot de macht min 19 joule. Dus je kunt die joules kun je omrekenen naar elektronvolt. En dan heb je 2,58 elektronvolt voor die 480 nanometer. En je kunt die nanometers omzetten in centimeters, 1 gedeeld door het aantal centimeters dan van die golflengte. En je hebt het aantal reciproke centimeters. Deze eenheid zie je vaak met UV en röntgen. Deze eenheid zie je vaak bij nabij infrarood en infrarood. Maar op die manier kun je het vrij makkelijk uitrekenen ten opzichte van elkaar. Stap 2 kan ik niet zien, want dat is warmteverlies. Maar stap 3 is natuurlijk het uitzenden van licht. Dus je kan naar de kleuren kijken van de uitgezonden straling, van het uitgezonden licht. Dat heb ik hier gedaan en dan zie je heel mooi dat dit molecuul groen fluoresceert. Dus hij geeft groen licht af van 522 nanometer. En dit is dus de fluorescente signaal. Nou, ook dat kan ik weer, heb ik weer uitrekenen in elektronvolt. Oh, geef voor.
Even mezelf stoppen. Hoe doe ik dat? Nee, stop. Zo. Zo, dat kan ik weer uitrekenen in... Oh, begint hij weer. Nou ja, vooruit maar. In elektronvolt en in reciproke centimeters. En dat is nodig voor de volgende stap. Want in de volgende stap bereken ik de Stokes shift. En wat is nou die Stokes shift? De Stokes shift is het verschil tussen wat ik ingestopt heb en wat er weer uitgekomen is. Dat energieverschil, als ik dat uitreken, dan heb ik de Stokes shift te pakken. En dat zegt iets over mijn molecuul. Wat ik echter niet moet doen, is deze nanometers min die nanometers pakken. Want dan heb ik een heel, dan komen daar heel weinig nanometers uit. En dan gaan uitrekenen hoeveel energie het is. Want dan zul je zien dat het in één keer heel veel energie is. Dus wat je eerst moet doen, is bij die Stokes shift uitrekenen. Verdorie, begin ik weer te kletsen. Hoe zet ik mezelf weer uit? Ah, we zijn uit. Nee, uit. Zo. Dus wat ik eerst moet doen, is, uitrekenen in joules, of in elektronvolt, of in reciproke centimeters. Eén van deze drie eenheden, moet ik het voor deze uitrekenen, moet ik het voor die uitrekenen, en die moet ik van elkaar aftrekken vervolgens. En dan kom ik op de Stokes shift. Dus niet de nanometers van elkaar aftrekken, want dan gaat het mis met de berekeningen. Nou, ik heb nu gewerkt met een fluorescentiespectrometer. Dit was een hele simpele, hoor, bedoeld voor middelbare scholen. Dit is eentje die we als detector gebruiken bij een HPLC. En hoe werkt die nou? Hoe werkt nou zo'n spectrofluorometer? Ik heb een lichtbron, net als een gewone UV-vis. Ik heb een tralie of een andere monochromator. En vanuit die monochromator kan ik als het ware de juiste golflengte selecteren. Dus hiermee selecteer ik die 480 nanometer. En die stuur ik erdoor. Als ik nou rechtdoor hier de detector zou plaatsen, dan heb ik eigenlijk een UV-spectrometer. Maar dat doe ik nu niet. Hier vindt lichtabsorptie plaats, dat wordt omgezet in nieuw licht. Hè, groen licht in dit geval, het fluorescente licht. Dat straalt alle kanten op. Dus onder een hoek van 90 graden ga ik kijken. Dus het komt er zo in en het komt er zo weer uit. Onder een hoek van 90 graden kijk ik dan naar het uitgezonden licht. Ik moet dan weer opnieuw een monochromator plaatsen, dus weer een tralie, om te selecteren bij welke golflengte dat is. En dit was dus die 522, dat groene licht, nanometer. En op die manier kan ik hem meten. Dus dat is hoe een fluorescentiespectrometer werkt. Je hebt daar twee monochromatoren in. En dit is voor een HPLC. Dus wat je bij een HPLC doet, is je scheidt eerst de stoffen, de verschillende componenten van een monster, op een kolom. Daarna gaat het hier naar binnen en komt het daar weer naar buiten. En hier zit een cuvette in, dat noemen ze een doorstroomcuvette, en die voortdurend gespoeld wordt. Dat is hoe deze spectrometer werkt. Nou, wat kun je daar nou mee? Nou, eigenlijk heel erg vergelijkbaar met de wet van Lambert-Beer. Je kunt hier de concentratie neerzetten en hier nou de intensiteit van het uitgezonden licht. En wat je dan ziet is dat de maat voor emissie is ongeveer gelijk aan de emissiecoëfficiënt maal de concentratie en maal de weg, ja, niet helemaal maal de weglengte, maar maal de hoeveelheid. Eigenlijk zie je hier weer soortgelijk de wet van Lambert-Beer terug. En je ziet dat de rechte lijn oplevert, dus dit is heel goed te gebruiken als kalibratielijn. Er staat alleen geen is-teken, maar een ongeveer-teken. Heeft een relatie met-teken. En dat komt, die emissiecoëfficiënt is nogal afhankelijk van heel veel verschillende omstandigheden en parameters. Absorptie van de ingezonde straling, absorptie van het uitgezonde straling, temperatuur, pH-waarde, maar ook, en dat maakt het zo lastig, de concentratie. Want is mijn concentratie te hoog, dan stopt het met fluorescentie. Dat noemen ze concentratiedemping. En ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus dit gebied is ook maar beperkt lineair. Dus je zult er heel snel zien dat die afvlakt en zelfs weer gaat dalen. Dus je bent nogal afhankelijk van zoveel verschillende parameters, dat je daarom niet het is-teken neerzet, maar een ongeveer-teken. Maar je kunt er in de praktijk, als je een goede kalibratielijn opstelt, wel goed mee werken. Nou, wanneer zou je dat bijvoorbeeld doen? Nou, dat doe je bijvoorbeeld bij een techniek als deze, zoals de HPLC. Ik zei net al. Dit gaan we trouwens in het tweede jaar behandelen.
Maar het werkt eigenlijk als volgt. Ik heb een vloeistof dat ik als elements meeneem. Dan zit hij hier achter een kolom. Ik heb een monster en dit is een koffiemonster gemeten. Dus ik heb koffie gepakt, er zitten heel veel stoffen in. En via die kolom kan ik al die stoffen van elkaar scheiden. En als ze uit de kolom gekomen zijn, gaan ze daarna naar een UV-spectrometer. En dan meet ik bij, in dit geval 480 nanometer, de absorptie. En wat je dan ziet is dat heel veel moleculen daarin absorberen. En je krijgt dus heel veel pieken. En elke piek is een stof in de koffie. Het probleem is, er zit ook heel veel rommel in. Er zit ook een grote bult onder. En als ik dit stofje rond de 5 minuten hebben wil, dus hier ergens, ik zal even een pennetje pakken. Dus als hier mijn stofje zit, ja, dan is dat heel erg lastig te meten, want daar zit heel veel rommel. Dus wat ik eigenlijk wil, is zorgen dat ik de rommel niet meet, maar dat ik alleen een stofje meet wat ik meten wil. En dan moet ik wel de mazzel hebben dat het stofje trouwens fluorescent is. Die voorwaarden moet het wel hebben en heel veel stoffen zijn dat niet. Dus op deze manier kan ik heel selectief meten. En dat heb ik hier gedaan. Dus ik heb hier het stofje, even kijken, ben het even kwijt hoe het stofje heet. Maar een stofje gemeten in de koffie wat wel fluorescent is. En dat meet ik dan bij absorptie 340 nanometer. En de fluorescentie van 450 nanometer. Dus daar zendt die licht weer uit. En op die manier kan ik die stof wel meten. En dan zie ik dat ik heel die achtergrond ben ik kwijt. Het voordeel op deze manier is dat ik veel schoner kan meten, veel selectiever kan meten. Dat is het grote voordeel. Een ander groot voordeel is dat ik ook vaak veel lagere concentraties kan meten op deze manier. Het nadeel is natuurlijk dat niet elke stof fluorescent is, dus dat ik ook een heel groot deel van de stoffen niet kan meten. Dus nou ja, elk voordeel heeft scenario. Dus dit is hoe we het vaak in de praktijk gebruiken, deze techniek. Ik wil nog even eindigen met mijn laatste stukje. In het tweede jaar gaan we nog verder op het gebied van fluorescentie. En dan gaan we ook uitleggen hoe je aan moleculen kunt zien of ze licht kunnen absorberen en hoe ze zich gedragen wanneer ze fluorescent gedrag vertonen. Dus dat gaan we in het tweede jaar doen. En daar is ook een leuke video bij. Ik zag dat het net even closed, maar die is er wel. Die kun je op YouTube leuk vinden. En er is ook een lezing geweest die ik gegeven heb. Die staat ook op YouTube. Over het fluorescent gedrag van mineralen en edelstenen. Dat is tenslotte een beetje mijn hobby. Ja, dus kijk daar ook gezellig naar. Voor nu, dank voor jullie aandacht. Bedankt voor het volgen van dit college. En tot volgend jaar weer. Doeg!